Hey, Bart Valkenie hier van 2D 3D met de volgende video van WeVideo de Editor. Goed, we hebben net bekeken naar die vier opties van een clip. Maar bij de video en audio header, ik noem het maar zo, staat het volgende. Je kan hier op het kleine driehoekje naar beneden klikken en dan kun je dus die clip een beetje klein, een beetje middel of helemaal uitgeklapt met de groene en de blauwe keyframe line. Hier staat een piepklein hamburgermenuutje en wat is daarin te zien? Namelijk een lock track. Dat betekent dat die track er wel is, maar je kan er niks meer per ongeluk aan doen. Je kan natuurlijk ook weer unlocken. Je kan hem ook solo en dat betekent dat hij de audio van die clip totaal niet laat horen. Dus je kan hem natuurlijk weer unsoloen. Je kan ook die levels wel of niet laten zien. Of je kan die hele clip niet meer zichtbaar laten zijn. Dus dan zie je dat mijn hoofd weg is. Dan wordt hij dus ook niet meegenomen in het uiteindelijke filmpje. Of je kan hem weer laten zien. En dan is hij er weer. Je kan hem ook muten. Dat betekent dat het geluid ook weg is. En het verschil met solo track is dat hij dus alleen het geluid van deze clip laat horen en die andere mute. En of je kan zeg maar deze clip helemaal niet meer het geluid laten horen met mute track. En uiteraard delete track. En dan gaat hij dus video 2, laag video 2 helemaal verwijderen. Dus dat is dat. Volgende is nog interessant, namelijk de tabbladen hier bovenaan. Over media hebben we het al in de vorige video's gehad. Next is... Het hele mooie van WeVideo is dat ze ook allemaal backgrounds hebben. Dus die kan je bekijken. En wat een prachtige wolken. Die kan je toevoegen aan je tijdlijn. En dan heb je dat. Of deze. Je hebt een aantal kleuren die je kan gebruiken. En overlays zijn een aantal... Kijk, dan kan ik even een nieuwe videolaag aan toevoegen. Oké. En dan... kun je dit soort dingen gebruiken of een frame. Dus dan zou ik het nog gekker doen. Nog een videolaag en zet ik alles in een frame. Ja. Allemaal gewoon te gebruiken. Hier vind je overgangen. Stel je voor, ik heb hier deze clip en de wolken. En ik wil een mooie overgang maken van de wolken naar mijn hoofd. Dan kan je dat doen met bijvoorbeeld... deze, die sleep je er dan gewoon tussen, laat je los. En je hebt een overgang. Je hebt er zelfs nog meer. Aantal, ik kan hem ook gewoon makkelijk aanpassen. Ik wil hier de bubbels. Ja, dan krijg je de bubbels en je kan ze ook altijd previewen. Hierzo. Next up is muziek. En ja, je hoort het al, muziek. En heel veel is gewoon te gebruiken. En het mooie van dit is dat dit rechtenvrije muziek is. Dus je kan het gerust op YouTube zetten zonder dat YouTube moeilijk gaat doen. En gaat zeggen, je gebruikt muziek. Dat mag niet. Foei. We gaan het filmpje verwijderen. Nou, met deze muziek zul je daar nooit last van hebben. En als je in een schoolaccount zit, krijg je ook toegang tot premium music. Dus nog veel meer om uit te kiezen. En je hebt ook nog sound effects. Dus een heleboel mapjes met allerlei geluidseffecten. Die je direct kan gebruiken vanuit WeVideo. Dan heb je ook nog iets met tekst. Je kan ook dit soort dingen erin gooien. Of tekst, had ik al gezegd. Dus hier bijvoorbeeld tekst hierover. En dan zie je hier dus tekst. Nou, wil je die aanpassen, dubbelklik. Dan kun je hier dus zeggen... ja... Wat zal ik je zeggen? Dus. Ja. Je kan het doen. Je kan hem ook weer animeren. En dan heb je hier dus tekst. Dit ziet er niet uit. Ik ga gauw weg. Zo. Hartje. Wolken. In ieder geval hierbovenaan dus allerlei mogelijkheden. Heb je niet zo heel veel inspiratie of creativiteit. Dan kun je ook op thema's klikken. En dan gaat hij dus de muziek en de overgangen aanpassen in een bepaald thema. Kijk er maar eens naar. Allemaal fantastisch. Goed.
Ik denk dat we nu aan het eind zijn gekomen aan de videoseries over de Wii Video Editor. Rest mij nog te zeggen dat als je op finish kan klikken en je geeft er een naampje aan. Naampje en je zegt op set. En dan kan je kiezen voor 480 of 720. Je kan hem, als je dat hebt ingesteld, gelijk uploaden naar allerlei platforms. Thumbnail en je drukt op finish en als je dat doet, dan gaat hij aan de gang. En dan zegt hij, your video is cute. En dan gaat hij hem maken. En in principe kan je je computer nu gaan uitzetten en andere dingen doen, buiten voetbal of zo. En je krijgt een mailtje of je ziet het in je Wii Video account dat hij klaar is. Ik kan hem downloaden en voilà, je video is klaar. Dat was het, tot de volgende video. Dit was Bart Valkenier, tabé.